En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. 1 juli, mevrouw, dan krijgen we weer een verruiming van de coronamaatregelen. Ja. Gaat u daar gebruik van maken? Ik vind het eng. U vindt het nog steeds? Ik vind het nog steeds eng, want ik loop hier. Maar ik vind het... De mensen letten niet echt op. Nee. Ik wil er met een boogje omheen. Ik vind het eng. Ja. Dus het is nog maar de vraag of u zegt van ik ga ze op een terrasje zetten. Hebben we nog niet gedaan. Nee? Nee. Vakantieplannen? Nee. Ook niet? Nee. Nee, in de bus ziet u ook niet zitten, openbaar vervoer? Nee. Maar hier zo op de markt wandelen, afstand, toch naar de winkel een beetje. Ja, boodschappen doen, dat want doe iets, ik wel. Je wilt er toch een keertje uit, hè? Jawel, maar ik ben bang voor de volgende golf. Ja. Ze zeggen dat er nog eentje komt. Ja, dat klopt inderdaad, dat zeggen ze, ja. Ja, ja, ik denk dat iedereen wel angstig is, ja, mevrouw. Ja, er zijn er die wel erg makkelijk zijn, hoor. Ja, maar zijn dat niet vaak jongeren? Nou, ik kom er ook tegen van onze leeftijd. Nou, het zal wel goed zijn. Ja, ik ga zeker gebruik maken van de vrijheid, ja. Ja, wat gaat u doen als ik vragen mag? Nou ja, god, ook vooral in de eigen regio eens kijken. Hè. Er zitten ook mooie plekjes in de regio. En toch weer met vrienden, kennissen, wat, allemaal wat dichter bij elkaar. Ja, gaat u nog wel op vakantie? Of nee? Twijfel ik, weet ik nog niet. Nee. Dus ja, dat is natuurlijk wel lastig. Hè? Maar maakt u ook gebruik op dit moment van het openbaar vervoer? Nee, niet. Toch nee. Met de auto? Ja. Waarom? Omdat ik veel moet reizen in het land. Dus ja, ik met openbaar vervoer is een beetje lastig voor mij. Okay. Om dat in te passen in mijn... Maar dat is niet ten aanzien van de mondkapjes en zo, nee, dat u dat vervelend... Nee, helemaal niet. Ik ben niet zo bangerig type. Nee, dan wil ik vragen of u bang was, maar... Nee. Ja, het is altijd fijn als er gebruik van kan maken, maar ik blijf gewoon lekker thuis. Blijf je thuis? Ja. Ja. Maar ga je wel eens naar een terrasje en dat soort dingen? Niet echt meer. Nee. Gewoon toch ook een beetje van... Ja, kijk, weet je, vooral met die boetes, dat vind ik het engste, weet je wel. Ja, dat dus, klopt. Ja, daar moet je toch niet aan denken. Nee, als je precies. Met z'n drieën ergens bent en ieder 400 euro boete krijgt. Ja, hè, daarom. Dat is, maar je bent student, denk ik. Hoe gaat het op school? Of, ja, het zijn vooral online lessen. En ik ben dan toevallig dit jaar geslaagd. Maar, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik ga wel gewoon verder studeren. En ja, ik heb van mensen om me heen gehoord dat het allemaal richtlijnen zijn. En helemaal anders tegenwoordig. Ja. Wat ga je studeren? Verzorgen IG. Sorry? Verzorging IG. Verzorging G. Oh, ja. Super. Ja, die hebben we heel hard nodig, de mensen die... Maar ja, goed. Je bent in ieder geval niet bang dan. Je wil gewoon verzorging G gaan doen en voor de mensen en voor de maatschappij er zijn. Ja. Ik heb nog niet helemaal duidelijk welke regels dat zijn per 1 juli. Nee, nou, het zou kunnen zijn dat je dus weer... met meer mensen bij elkaar mag komen bijvoorbeeld, of de afstand korter. Nou, terrasje pakken, doet u dat? Dat doe ik, jazeker. Nu ja. Al? Ja, dat doen we wel. Ja. Ook met mijn vrouw samen. Ja. Ja, in grotere groepen kan het nog niet. Nee, dat klopt. Maar goed, dan wachten we even op totdat dat zover is dat het ook kan. Want dat zou dan maar 1 juli kunnen, ja, hè? Ja. Bent u angstig of zo voor het coronavirus? Nee, wij zijn niet angstig, maar wij houden het wel goed in de gaten. Ja. Kijk, we weten wat er kan gebeuren. We hebben in de kennissen hebben ook dat soort dingen meegemaakt. Dus, mensen verloren? Ja. Ah, dat is gewoon naar. Dus dan weet je wat er kan gebeuren. Dus het is niet ongevaarlijk allemaal. Nee, dat klopt inderdaad. Maar hoe gaat het nu op school? We hebben daar eigenlijk geen beeld van, wij als ouderen. Nou, eigenlijk wordt onze klas gewoon in groepen zeg maar, opgedeeld. In 3 groepen en dan... ga je een aantal dagen in de week naar school en dan krijgt de helft van de klas zit op school en de helft krijgt thuis gewoon nog online les. Krijg je dan thuis les via de computer? Ja, dan leg je gewoon dingen uit en dan kan je zelfstandig aan het werk. Oké, en hoe bevalt dat? Ja, in het begin was het wel gewoon even leuk, maar
nu ben ik er wel een beetje klaar mee te zijn eigenlijk. Ja. En als je nou op school komt, hè, moet je dan telefoon wegleggen, handen maken, schoonmaken of hoe gaat dat dan? Als je binnenkomt moet je je handen desinfecteren en de telefoon gaat gewoon in de tas. En aan het einde van de dag moet je je tafeltje even weer schoonmaken. Oh, dat moet je zelf doen? Ja. En dan wel zo ook anderhalve meter uit elkaar, ja. Attenderen ze jullie daarop? Ja. En gaat dat? Ja, dat gaat wel goed, want je zit de hele dag ook in hetzelfde lokaal, dus je hoeft niet van lokaal te wisselen. Oh, dus je mag niet de klas uit? En nee. Als je naar het toilet moet natuurlijk wel, hè? Ja, dat mag wel. Ja, dat snap ik. Dat zou wel eens een beetje raar zijn. Ik vind, en hoe doe je het dan privé als je eenmaal thuis bent? Ga je nog wel je vrienden opzoeken? Ja, dat wel. Maar dan let ik wel gewoon dat ik afstand houd. Nou, ik denk het niet. Ik doe gewoon hen. Ik heb mijn eigen gewoon ook wel een beetje aan de regels gehouden. Maar niet dat ik nou zeg van, heel streng. En daar heb ik toch even vrijheid, vind ik. Ja. Tegenover andere landen. Dat is waar. Ja. Maar bent u niet angstig dan of zo? Nee, dat vond nee, u nee? Oh nee. Totaal. Nee, we hadden net een mevrouw die was heel angstig en u zegt nee. Nee, totaal niet. Ik ben vrij geen ander zo het zeggen natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar als het op het pad komt, ja. Ja, als het op het pad komt. Ja, alles komt op het pad. Dan kan je er toch niet van zeggen. Dat is het leven. Zo is het leven. Hè? Ja, dat is inderdaad waar. Maar het leven dus, ja. Hebt u nog vakantieplannen? Nou, wel een weekendje weg. Maar niet naar Spanje of zo. Volgend jaar gaan wij geboekt. Maar ja, dan moeten we afzeggen. Hè, Ging dat goed? Afzeggen wel, maar financiële middelen terug? Ja, ja en een Fruits van Voice. Maar ja, dat was de aanbetaling. Maar dus, ja, die 100 zoveel euro die kunnen we hier in Holland ook wel afmaken. Toch? Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Dat is het punt. Ja, ja. En de boodschappen, dat is alles gewoon. Alles zelf gedaan, alles. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk nog niet exact weet wat 1 juli inhoudt. We mogen naar het buitenland, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Oké, nou dat gaan wij wel doen, mits het verantwoord is. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Ons wordt de vakantie later, dat wordt rond augustus, dus dat is al iets veiliger. Ja. En dan willen we naar Frankrijk toe. Ja, ja, want Frankrijk is wel open, de grenzen zijn open. En, ja, ik moet wel zeggen dat ik wel wat voorzorgsmaatregelen heb van hoe is het in het land, hoe is het de actuele situatie. Ja, dus even op internet kijken van, ja. Bent u angstig daarvoor? Nee. Nee. Dat, ook niet voor het corona op zich, maar... Ik weiger me er bang voor te maken. Ik wil wel de nodige voorzorgsmaatregelen in acht hebben en verder. Het leven bevat risico's. Ja, dat is waar. Ja, anders hoef je niks meer te doen, hè? Nee. Dus ook gewoon de boodschappen en alles wat normaal is. Ja, mijn insteek is nog even iets beter kijken. Heb ik nog wat meer in huis? Hoef ik niet per se weg? Dan doe ik het niet. Heb ik wel iets meer. Oh ja, ja, ja. En afstand houden. Ja. En de hygiëne in acht houden, meer als anders. Ja, ja, ja. En de kleine meid? Ja, die mag bij oma, hè? Ja, dat is wel super gezellig, zeg. Dat jij bij oma mag. Ja. Aandacht, dat wordt lastig. Ja, maar dat geeft ook niks hoor. Een vreemde mevrouw en een meneer met een grote kamer. Maar ze kan zo wel kijken. Kijk eens, Tony. Ze heeft zich verstoppeld. Ja, ze kan het zien, hè. Ja. Vind jij het ook leuk bij oma? Mag je dan spelen in de tuin? Straks kilometer verderop, dan komen we eruit. Ja, dat zit er wel in. Ik wens jullie verder veel succes. Dankjewel. En jullie ook, hè.